welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over hoe je make-up kunt maken. Tenminste, ik hoop dat dit werkt om je make-up te fixen. Ik heb hier de Moon Mousse Magic Make-up Repair. Dit is een soort van mousse. En als het goed is, als jij je make-up je laat vallen en hij is kapot, kun je dit erop doen en dan is hij weer helemaal goed na een aantal uur. Dus ik ben hier heel benieuwd naar, aangezien ik heel vaak make-up laat vallen. Ik heb meestal wel geluk dat het niet kapot gaat, maar ik heb hier bijvoorbeeld een bronzer, die is helemaal kapot. Omdat mijn moeder mijn hele bureau om liet vallen, toen is deze dus kapot gegaan. Ik heb hier nog een blush die nog niet kapot is, maar die ga ik kapot maken om dan weer te maken. Dus ja, ik heb hier gewoon van alles liggen om het te gaan proberen. En ik ben echt heel benieuwd, want als dit werkt, is dat echt heel positief, want dan kun je gewoon gebroken make-up weer fixen en dat scheelt weer geld. Dan hoef je niet meer helemaal een andere te gaan kopen. Kennelijk is het echt heel makkelijk, dus ja, ik ben benieuwd. Vergeet niet alvast de video te liken voor alle moeite die ik steek in al mijn video's. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan en dan gaan we snel door met de video. Nou, dit is dus de Moon Mousse Magic Make-up Repair Kit. Er zit hier dus allemaal van alles in. Ik heb hem van Boosie Shop, die heb ik hier even openstaan. En hij is €15,95, dus ook heel erg betaalbaar. Je hebt ook al op Boosie Shop een videootje staan waarin ja, ze laten zien hoe dit werkt. En ja, het lijkt te werken, tenminste in die video's, maar je weet het nooit. Dus ik wil het altijd zelf proberen. En over de mousse staat er, herstelt je gebroken make-up. En wat ook echt heel belangrijk is, er staat geen gevolgen voor de textuur en pigmentatie van je make-up. Dus als het goed is, blijft de textuur en de pigmentatie gewoon precies hetzelfde. Want dat is wel wat je wilt. Je wilt niet dan iets fixen en dan is er helemaal geen pigmentatie meer. Dan heeft het niet echt nut. Het bevat natuurlijke ingrediënten. En naast de mousse krijg je ook een ronde presstoel, een vierkante presstoel en een spatel. En dan daaronder staat gewoon hoe je het moet gebruiken. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga hem even openmaken. Oh, voor de mensen die benieuwd zijn naar deze make-up look, die staat op mijn Instagram. Ik heb een foto geplaatst en een video. En als het goed is, staat hij al online als deze video online komt. Nou, ik heb hem open. Ik heb dus hier de mousse. Die moet je er dan op doen. Daar zit ook een kaartje in en hierop staat precies hoe je het moet gebruiken. Ik heb een spatel en ik heb twee press tools. Want het is wel de bedoeling dat je de make-up, als hij gebroken is, dat je hem dus nog meer breekt. Waardoor hij heel fijn wordt en dan pas kun je hem fixen. Als hij nog in brokken zit, kun je hem niet fixen. Dus vandaar dat je al deze dingetjes hebt. Nou, ik ga heel even de camera richten op wat ik ga doen. Anders kunnen jullie niks zien. Dus we gaan even switchen van hoek. Oké, ik heb hier dus twee make-upjes. Ik heb hier een bronzer van Make-up Revolution die al kapot is. En ik heb hier een blush van Wet n Wild, die is nog niet kapot, maar die ga ik wel kapot maken. In allebei zit een glans, dus ik ben benieuwd of de glans ook echt blijft. Nou, ik ga eerst beginnen met deze bronzer. Dit is een beetje bronzer en die gaat een beetje zo in een bol omhoog. Dus ik denk dat niet alles er weer in past, want het gaat er gewoon plat in en niet in een bol. Dus er blijft sowieso een beetje product over. Nou, dit zijn dus die grove stukken en dat mag dus niet. Dus je hebt dan je spatel en dan is het de bedoeling dat je alle grove stukken heel klein maakt. Nou, dat ga ik dan even doen. Dit is wel echt heel satisfying. Dit is echt leuk om te doen. Er valt van alles uit, maar dat maakt even niet uit. Ik laat het er gewoon uit liggen. Want zoals ik net zei, ik heb te veel product en toch niet alles past erin. Dus ik laat dat gewoon daar liggen. En in de video's die ik heb gezien hierover, heb ik gezien dat het echt hele kleine stukjes moeten zijn. Dus dat ga ik ook doen. Oké, ik denk dat het zo al genoeg is gebroken. Ik ga het even proberen een beetje glad te maken. En dan pak ik deze ronde press tool. En dan ga ik het er gewoon zo indrukken. Oké, ik pak heel even een make-up doekje. Deze zijn gewoon van W7. En dan ga ik het even een beetje schoonmaken hier. Ik ga ook de rand een beetje schoonmaken. Dat het er niet zo ugly uitziet allemaal. En heel deze troep hier past er dus niet meer in. Oké, ik heb het hier een beetje opgeruimd. Dit is nou hoe het eruit ziet. En dan moet je wat mousse pakken en het er helemaal op doen totdat het echt helemaal is bedekt. Dus dat ga ik doen. Ik ga even de mousse een beetje verdelen. Oh. Oké, dat moet je niet doen mensen, want nou gaat het hier onderweg. Dat moet je echt gewoon niet doen.
Oké, ik weet niet echt precies hoeveel je moet doen, maar dit lijkt me wel goed. Er staat gewoon dat je het helemaal moet bedekken en dat heb ik gedaan. En dan moet je het een nacht laten drogen. Het is nu 11:40, dus 11:50. Ik laat het gewoon een dag drogen en dan kom ik vanavond terug. Nou, ik laat deze even gewoon hier liggen. Dan ga ik deze blush kapot maken. En dat ga ik doen met de spatel. Oh my god, so satisfying. Oké, ik heb hem nou helemaal kapot gemaakt en nu ga ik het in kleine stukjes kapot maken. Nou, ik denk dat ik het zo al genoeg heb gebroken. Nu ga ik het even een beetje plat drukken. En dan pak ik deze kleine vierkante press tool en daarmee ga ik het plat drukken. Je kunt kapotte make-up ook herstellen met alcohol. Maar dan verlies je altijd wel een klein beetje pigmentatie. Dus ik hoop dat het met deze dus niet is. Dat is dus wel de bedoeling. Dat is juist het doel van die mousse. Dat hij dus geen pigmentatie verliest. En je moet het echt zo plat drukken als kan. Kijk, de bronzer heb ik een beetje verpest. Doordat ik nadat ik de mousse erop heb gedaan het ging bewegen. Waardoor het nou hier gewoon helemaal los zit. Maar hier is het nog wel plat. Dus je moet het echt vooral niet meer bewegen als de mousse er al op zit. En je moet hem echt heel plat drukken. Gelukkig is de blush iets beter gelukt. Of ja, een heel stuk beter gelukt. Maar ja, zo kunnen jullie dus leren van mijn fouten. En dan pak ik weer een make-up doekje om de randen een beetje schoon te maken. Oké, en dan pak ik weer de mousse en die ga ik er helemaal op doen. De mousse gaat dus echt helemaal erin, kijk. Het gaat er helemaal in, dus je moet wel een beetje onthouden waar je al hebt gedaan en waar nog niet. Oké, zo. Ik denk dat ik er nou wel genoeg in heb gedaan. Nou, ik ga ze nou gewoon allebei zo open laten. Je moet ze ook echt open laten om te drogen. Je moet het dus een nacht laten drogen. Een nacht is dus 8 tot 10 uur ongeveer. Nou, ik laat ze gewoon een dag drogen. Dus ook ongeveer 8 à 10 uur. En dan kom ik vanavond terug en dan kunnen we kijken of het helemaal is gelukt. Dus tot straks. Approximately 10 hours later. Nou mensen, ik ben er weer. Het is nu 9:50. Ik ben heel even vergeten hoe laat het toen straks was. Maar volgens mij zijn we echt al ruim 8 uur verder. Ze zijn ook allebei al best wel droog. Zo was ik toen straks ook al zei. Dit onderste heb ik helemaal zelf verpest. Maar deze is best wel goed gelukt. Dus echt mijn tip die ik tot nu toe kan geven. Is als je de mousse erop hebt gedaan. Ga er niet meer aan zitten. Anders gebeurt dus dit. Nou, er staat op dat ik nog een pressing tool moet pakken en nou nog een keer moet drukken. En dan is het in principe klaar. Dus ik ga nou gewoon nog een keer drukken. Ik druk by the way best wel hard. En dan deze ook. Maar ik pak hiervoor de vierkanten, zodat ik goed in de hoeken kan gaan. Ja, en dan in principe moet het nou klaar zijn. Even kijken of het eruit valt. Het valt er ook niet uit. Kijk, bij deze, ja, bij deze de onderste wel. Dit wat ik had verpest wel, maar de rest niet. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga ze even swatchen. Kijken of ik pigment ben verloren. Maar volgens mij niet echt. Nee, er is gewoon nog voldoende pigmentatie. Zoals het gewoon eerst ook was. Ik ga ook heel even met een kwast erin. Ja, er komt ook gewoon genoeg vanaf. Nou, ik denk dat dit gewoon echt werkt. Even de bronzer. Ja, ook gewoon goed. Nou mensen, dit heeft gewoon echt nut. Deze bronzer is alleen echt wel mislukt. Maar ja, helaas, dat is echt mijn eigen schuld. Ik weet niet of ik hem nog een keer kan doen. I don't know, maar ik denk dat ik het gewoon zo ga laten. Ik gebruikte hem toch niet echt meer, dus ja, whatever. Maar ik ben wel blij dat deze blush is gefixt. Hij is echt heel goed gefixt. Dus het heeft gewoon echt nut. En er is echt nog pigmentatie zoals je kunt zien op mijn hand. Dus ja, deze mousse is echt top. Nou, daar ben ik dan weer. Ik ben heel blij met dit product. Het doet echt wat hij zegt. Het is ook heel makkelijk. Je hebt het echt zo gedaan. Het kost je misschien echt 10 minuten om het even kapot te maken en de mousse erop te doen. En dan gewoon een nachtje wachten of een dag zoals ik vandaag heb gedaan. En het is gewoon echt goed gefixt. Ik ben blij. Deze is een beetje mislukt door mijn eigen schuld. Maar deze is gewoon echt helemaal goed. Ik denk dat dit heel handig is. Vooral als je iets breekt wat duur is en je niet zo 1, 2, 3 opnieuw kunt kopen. Is dit echt een heel handig alternatief. En dit allemaal voor maar 15 euro. Ik vind dat heel betaalbaar. Dus ik ben zeker blij met deze mousse. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Like always. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!